De Alphamex Academy heeft gisteren haar 20-jarig bestaan herdacht. In het kader hiervan zijn de docenten gehuldigd. Ook is er een mini-expo gehouden van het 20-jarig bestaan van de internationale school. Alphamex Academy is een van de 7 internationale scholen in Suriname. Piano recital van Alphamax student Cambridge Blade. Sean Taylor, directeur van de academie, zegt dat de school in de afgelopen 20 jaar 171 afgestudeerden heeft afgeleverd. Hij geeft verder aan dat de afgestudeerde studenten via de school naar elk gewenst universiteit in het buitenland kunnen gaan. Volgens Eugène Mercus, voorzitter van het Alphamax bestuur, is de school de enige in heel Zuid-Amerika en het Caribisch gebied met een gecertificeerd programma genaamd de Global Assessment Program. Met dat diploma kun je naar elke universiteit in de wereld, maar het komt vanuit de Surinaamse bodem. Wij zijn de eerste Global Certificate Program school eigenlijk in heel Zuid-Amerika en het Caribisch gebied. Met dat We komen later in het jaar met een speciaal programma voor studenten die verder willen studeren, maar door allerlei omstandigheden op dit moment de school, hun school, niet bezoeken. Maar daarover later meer. Vandaag zijn we hier om te vieren 20 jaar Alphamax Academy. Zoals meneer Taylor dat aangaf, hij is de directeur, een van de founding vaders van de school, is het dat de geest van Suriname hier geworteld is op deze school. En ik zeg nadruk school, want als je 's morgens vanaf de kleuterschool hier wordt afgezet, blijf je op het schoolterrein tot je weer wordt afgehaald. Alphamax heeft momenteel ongeveer 80 leerlingen die educatie in het Engels volgen. Wat onze school anders maakt dan de andere internationale scholen, is dat wij een onrolling registratie van studenten hebben, zegt Hortens Taylor, hoofd van de administratie. Dat betekent volgens haar dat er niet op het begin van het schooljaar gewacht hoeft te worden als een ouder zijn of haar kind wenst in te schrijven. In te schrijven, want we werken dus met de student. Het curriculum is zodanig dat het individueel gericht is, individueel onderwijs. Dus het is op dit moment zo, een ander moment kan het een ander aantal zijn. Wel, er zijn bepaalde procedures bij inschrijving. Je doet natuurlijk, voordat je gaat inschrijven, doe je eerst een test om te zien waar je geplaatst kan worden. Met natuurlijk je achtergrond van wat je al hebt meegenomen, wat zit in je bagage. En dan wordt bepaald waar het niveau van zo'n student is en dan wordt die student daar geplaatst. Het gaat vanaf kindergarten, dat is K4, tot en met high school, VWO. Niveau. Ja. Dus als ik je goed begrijp, vanaf de kleuterklas tot de middelbare school kan men op één erf afmaken. Dat klopt, dat is waar. Ja, dat is waar. Mm-hmm. En wat betekent 20 jaar Alphamax dan voor u? Nou, heel veel. Zoals ik zou zeggen, we hebben vorige week een bezoeker gehad en die kwam, hij liep rond, hij zegt: "This is blood, sweat and tears, maar voor een goed doel." Ja, je geeft jezelf, je geeft je krachten, maar je weet dat de uitkomst is iets moois. En dat is voor het kind. En daar werken wij steeds aan. Aldus Hortens Taylor, hoofd van de administratie van de Alphamax Academy. We spraken haar gisteren in verband met het 20-jarig bestaan van de school. Alphamax is een van de 7 internationale scholen in Suriname. En heeft sinds de oprichting 171 afgestudeerden afgeleverd. De festiviteiten zijn gehouden in de gymzaal van de Academy aan de Stamvaste Straat.